Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video laat ik zien wat ik heb gedaan om mijn drone te repareren nadat deze was gecrashed en er een arm was gebroken, waardoor die niet meer kon vliegen. Ik heb de bovenkant van de drone opengemaakt. Dat is vrij eenvoudig. Binnendoor via het batterijcompartiment kun je hem openklikken. En nadat daarna ook wat schroeven zijn verwijderd, hou je de deksel er zo vanaf. Dit is de binnenzijde van de Mavic 2 Mini aan de bovenkant. Hier nog uitgelicht de verschillende onderdelen: de camera, de GPS-ontvanger en de Flight Power Module. Nadat ik de drone had was gecrashed, heb ik de drone aangezet. En wat niet gebeurde, en dat gebeurt normaal wel, is dat dan de rotoren bewegen. Daaruit maakte ik eigenlijk op dat de eerder genoemde power module wellicht defect zou zijn. Om dat te vervangen heb ik de draden die naar de motoren toe gaan losgesoldeerd. Ik heb het stekkertje losgehaald wat naar de front led gaat en de flatcable die naar de flight module gaat, die zit onderin en de print vervangen. Dat is nog vrij eenvoudig. Wat je ook kunt zien op de printplaat, onderdeel is van deze module is de batterijconnector. Zit hier. Dus dat is de verbinding die maakt met de batterij. Nou, zoals je ziet is het een vrij eenvoudige ingreep om dit te vervangen. Iedere motor heeft dus drie draden, maar wat is ook wat speciaal is aan de armpjes links voor en rechts voor, is dat ze ook nog een extra draadje hebben en dat is voor de antenne. Dat is deze en die gaat naar de onderkant van de drone. Deze drie gaan dus naar de power module en deze gaan naar de besturingsmodule van de drone. Hier aan de voorkant zit dan de antenne. Die ziet er dus zo uit. Dit is de onderkant van de drone met het dekseltje losgeklikt, twee schroefjes los en dan kan het dekseltje afgehaald worden. Dan kijk je tegen de heatsink aan en de sensoren die aan de onderkant zitten. Als je de heatsink dan verwijdert, dan kun je zien met de blauwe pasta waarmee de heatsink contact maakt met de module. En je ziet hier links en rechts zie je aan de linkerkant naar links toe zie je het antennekabeltje lopen naar het armpje rechts voor, wat ik dus heb vervangen. En het antennekabeltje aan de het korte antennekabeltje gaat naar het armpje links voor. De armpje is vrij eenvoudig los te maken door de twee schroefjes in het scharnier los te draaien en dan eruit te wippen. En dan aan de bovenkant dus de drie motordraadjes weer solderen en dan naar de onderkant voeren de nieuwe antennekabel. Dat ziet er dus zo uit. Goed. Voor dit te doen heb ik dus verschillende materialen gebruikt, gereedschappen gebruikt. Waar ik heel erg fan van ben, is de iFixit kit. Hele fijne schroefjes met fijne bitjes. Wat ik verder nog kan toelichten over het gebruik van de Mavic Mini 2 is dat ik wat aanpassingen heb gedaan op de controller. Ik heb hier een label geplakt voor up en down.
Dat is dus niet voor de stick, maar dat is voor het duimwieltje wat aan de achterkant zit. Om zeker van te zijn dat ik tijdens een vlucht de juiste kant op draai als ik de camera naar boven of naar beneden wil bewegen. Ik heb ook een aanpassing gedaan aan de cascade batterijlader. Normaal kunnen de batterijen er alleen op deze manier in. Alleen het is wel zo dat als de batterijen in de batterijlader zitten en ze zijn opgeladen en je zou ze te lang met rust laten, dan kunnen ze gaan opzwellen. Om die reden is het belangrijk dat de batterijen op zijn minst niet meer in de lader aangesloten zijn. Maar goed, het is wel makkelijk om ze ergens op te bergen. Daar heb ik een vrij eenvoudige oplossing voor gevonden. De batterijen zijn normaal alleen zo erin te schuiven, omdat er een richeltje zit aan de achterkant, wat ook in de casing zit. Maar dat richeltje kun je er ook uitveilen en dan kunnen de batterijen er andersom in. En dan kun je dus toch de batterijen opbergen. En dan is de functie voor het automatisch ontladen, wat in de smart batterijen zit, toch actief. En je kunt de batterijen dus vrij eenvoudig in de tas toch meenemen. Wat ik ook heb gedaan is een label erop aangebracht met de batterijindicatoren. Dat heb ik uit de manual gehaald. Dat heb ik overigens ook achterop de controller gedaan. En wat ook nodig is voor het vliegen met een cameradrone is het aanbrengen van je registratiecode. En dat heb ik op de drone ook aangebracht. Dat was het voor zover. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat je er wat aan hebt. Alle commentaar is welkom. En tot de volgende keer.